In deze video laat ik je korenbloem zien. Hier tussen de andere bloemetjes zie je blauwbloemen en dit zijn de korenbloemen. Ten eerste zijn de korenbloemen natuurlijk prachtig hemelsblauw. En wat eigenlijk heel opvallend is aan de korenbloem, is dat het natuurlijk lid is van de composietenfamilie en dus meerdere bloemetjes bevat in één bloemhoofdje. En die prachtige kleur die komt van de randbloemen. Dit zijn steriele bloemen en hebben eigenlijk alleen als functie om de insecten aan te trekken. In het midden zijn de vruchtbare lintbloemen. Dus korenbloemen hebben alleen maar lintbloemen. Dan onder het bloemhoofdje zie je natuurlijk de omwindselblaadjes. En de omwindselblaadjes staan overlappend als een soort schutbladeren. En ze hebben een bruine rand. Dan het blad. Het blad staat zittend aan de stengel. Dit betekent dat het eigenlijk heel dicht tegen de stengel aanstaat en geen bladsteel heeft. En het blad is zeer smal en een beetje lancetvormig. En het blad heeft een beetje een soort spinnenwebachtige beharing. Dan helemaal onderin zou dan de rozetbladeren moeten zijn. Maar omdat dit natuurlijk helemaal dicht is gegroeid, krijgen de rozetbladeren geen licht meer. Dus zullen dan afsterven. Dus hier zo in zou je dus ook geen rozetbladeren meer terugvinden.